Suriname moet uiterlijk in 2030 een goed beleid hebben uitgestippeld voor intellectuele eigendommen. Middels een intellectuele eigendomstrategie zal aan belanghebbenden informatie verschaft worden hoe ze hun creaties kunnen beschermen. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie vandaag op de Internationale Dag van de Intellectuele Eigendom bekendgemaakt. Op initiatief van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, WIPO, wordt deze dag sinds het jaar 2000 herdacht. Deze dag draagt bij aan het creëren van bewustwording over de verschillende vormen van intellectuele eigendom, zoals patenten, auteursrechten, handelsmerken en industriële ontwerpen. Het thema voor dit jaar is intellectuele eigendom en jeugdinnovatie voor een betere toekomst. Het doel is dus dat jonge ondernemers leren hoe ze intellectuele eigendomsrechten kunnen gebruiken om hun doelen te realiseren en inkomsten te genereren. In de komende periode zal het Bureau Intellectuele Eigendom werken aan een wettelijk raamwerk waar diverse handhavingsmechanismen uitgewerkt zullen worden voor de bescherming van intellectuele eigendommen.